Het IJsselmeergebied. Onderdeel van de delta waar grote Europese rivieren uitmonden in de Noordzee. Van nature vormt het gebied een vervloeiend landschap met geleidelijke overgangen en onvoorspelbare dynamiek. Deze film neemt u mee in het IJsselmeergebied en de zoektocht van nu in het heden. Wat maken we in het IJsselmeergebied en hoe zorgen we ervoor dat we daar over 100 jaar met dezelfde waardering en trots terug kunnen kijken als nu op de Zuiderzeewerken uit de vorige eeuw. De voormalige Zuiderzee is een historisch rijk gebied. De visserij en handelsvaart speelt hier van oudsher een belangrijke rol. Al in de 14e eeuw voeren schepen uit rijke hanzesteden als Kampen en Deventer over de IJssel via de Zuiderzee naar de Oostzee. In de Gouden Eeuw was het gebied het voorportaal van de havens van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen, centra van de wereldhandel. Het Zuiderzeegebied zorgde voor economische kansen, maar de vele overstromingen vormden een enorme dreiging. In 1916 braken de dijken op vele plaatsen weer door. Plannen tot afsluiting van die woeste Zuiderzee werd al eeuwen nagedacht. Maar deze keer leidde het tot actie. In 1932 kwam de afsluitdijk gereed. De Zuiderzee was getemd en nieuwe landbouwgronden werden ontgonnen. De Zoute Zee wordt zoet. Polder na polder ontstaat. Veiligheid tegen overstromingen, voedselzekerheid in één. Was er in 1918 nog gebrek aan voedsel? Nu werd ons land een van de belangrijkste exporteurs van landbouwproducten ter wereld. In de tweede helft van de 20e eeuw werd de maatschappelijke weerstand tegen het verdwijnen van steeds meer visgronden te groot. Verdere inpoldering van het gebied stopte. En zo kwam er een eind aan de Zuiderzeewerken. De openheid van het wateroppervlak en de cultuurhistorische waarde zijn een belangrijk kenmerk van het IJsselmeergebied.
Het gebied voorziet in de behoefte aan landbouwareaal en heeft daarnaast voor een groot deel van Nederland een belangrijke functie als zoetwaterbuffer. De polders geven ruimte voor verstedelijking en recreatiemogelijkheden. Het IJsselmeergebied is daarnaast een uniek natuurgebied en nog steeds een onmisbare schakel in de trekroutes van watervogels tussen Noord-Europa en Afrika. In de loop van de tijd zijn echter de bijeffecten van de afsluiting zichtbaar geworden, met name ecologisch. De visstand is dramatisch afgenomen, met grote gevolgen voor de vogelstand. Ook de beroeps- en de sportvisserij staan hierdoor ernstig onder druk. De historische Zuiderzeestadjes dreigen voorgoed van hun visserijverleden, een belangrijk cultureel erfgoed, te worden ontdaan. Waakzaamheid tegen overstromingen blijft geboden. Met het oog op de mogelijke effecten van de klimaatverandering dienen waterkeringen aangepast te worden aan de huidige eisen. Dat leidt soms tot aanzienlijke maatschappelijke onrust. Er ligt een uitdaging om de waterhuishouding op orde te houden in een periode van droogte toenemen. Naast deze vraagstukken zijn er ook kansen voor het IJsselmeergebied. Het gebied is nationaal en internationaal van toenemende betekenis voor natuur, recreatie en toerisme. Het kan uitgroeien tot gebied van metropolitane verademing. Daarnaast biedt het open landschap potentie voor duurzame energie door wind, water of de zon als energiebron. Er gebeurt al veel in het IJsselmeergebied. De urgentie van de waterveiligheidsopgave zorgt voor bijzondere kansen. Zo wordt er hard gewerkt aan ecologisch herstel. Onder andere door natuurontwikkeling en aanleg van ecologische verbindingen. De aanleg van de Markerwadden. Ecologische verbindingen tussen water en land, zoals de Koopmanspolder, de vismigratierivier in de Afsluitdijk. Zo ontstaan er betere verbindingen van land en water met zachte overgangen als rietzones en oeverdijken. Maar we zijn er nog niet. Het IJsselmeergebied is een complex gebied. Dat vraagt om een duidelijk antwoord op de vraag wat we hier eigenlijk aan het maken zijn. Het antwoord moet even duidelijk zijn als 100 jaar geleden, maar nu passend voor de komende 100 jaar. De zoektocht naar een antwoord ligt bij alle partijen en individuele burgers. Door middel van een participatieproces, IJsselmeergebied 2050, worden stakeholders en shareholders actief betrokken bij de plannen. De komende jaren wordt gewerkt aan een evenwichtig en veilig IJsselmeergebied, met een duidelijke signatuur als Blauw Hart van Nederland. Wat maken we in het IJsselmeergebied? En hoe zorgen we ervoor dat we daar over 100 jaar met dezelfde waardering en trots terug kunnen kijken als nu op de Zuiderzee werken?